bij de discussie over een voltooid leven, dan vraag ik mij altijd af of wanneer je leven echt voltooid is. Ik denk dat het pas voltooid is als je gaat als je gestorven bent. Sterven zelf is ook nog leven, naar mijn idee. En dat het ook heel belangrijk is om de aftakeling en het sterven, het teruggeven van je leven aan de schepper, als leven te zien. Voor mij is het voorbeeld heel belangrijk dat je laat, dat je ziet dat ondanks aftakeling je heel veel kunt betekenen voor andere mensen door te laten zien hoe je daarmee omgaat. En dat het leven toch goed kan zijn.